We zijn hier gekomen bij de tweede dag van het Mazing Festival in Nijenveen. En u hoort op de achtergrond al de muziek. En achter mij staat de grote vrachtwagen van Weerziend Spitsen. De grote feestband van vanavond. George Baker heb ik ook nog al even gesproken. En straks ook een interview met hem. Maak jullie eerst graag mee naar de tent. Tot straks. Ja, we staan nu nog steeds op het Mazing Festijn in Nijenveen. En naast mij staat de George Baker. Wat een eer om u te ontmoeten. En wat heeft hij een prachtig optreden gegeven? Nou ja, het is eer om jou te ontmoeten. Laat ik dat eerst stellen gewoon. En ik vond het erg leuk optreden hier in Nijenveen. Ik bedoel, ik was de eerste artiest. Ik moest de spits afbijten natuurlijk. Ja. En het is altijd wat moeilijker. Dan moet je het een beetje langzamer opbouwen en zo. Ja. Tot de climax, laat ik het zo maar zeggen. Maar het is prima gelukt allemaal. Ja, dat is zeker heel goed gelukt. Want u bent geëindigd met Una Paloma Blanca. Ik moest het even opzoeken, want ik ken hem helemaal uit mijn hoofd. Maar ik had nooit opgezocht wat Una Paloma Blanca betekent. Maar een Una Paloma Blanca is een witte duif. Klopt dat? Het is een witte duif, dat klopt. Ja, het is eigenlijk het verhaal van een arme Zuid-Amerikaanse boer in de tijd van Cortés. Dus toen de Spanjaarden Zuid-Amerika binnentrokken. Ja. Die van zijn grond verdreven werd en in slavernij terecht kwam. En het droomde van om te ontsnappen, de vrijheid te zoeken als een witte duif. Ja, dat is ongeveer het verhaal van het liedje. Maar de meeste mensen lopen er ook nog Polonaise op, dat vind ik ook prima. Dus. Wat ik me afvroeg, en daar had ik het ook al even met Gert Impresario over. Wat ik zo bijzonder vind aan het liedje, dat er zo'n bijzonder tussenstukje tussen zit. Ik denk, waar komt dat nou vandaan? Want het is een hele andere melodielijn dan de rest van het liedje. Ik moet dus zeggen, dat is de uitvinding van mijn arrangeur. Dick Bakker, die in de tijd alle strijkers en zo voor mij dus schreef. Ja? Want dat kon ik natuurlijk zelf niet. En die heeft dat liedje uitgevonden gewoon. Okay. En eigenlijk, als je er goed naar luistert, is eigenlijk een Grieks themaatje. Beetje zo'n bazookie, weet je. Ja, dan werden gedaan door fluitjes en door strijkers. Dus het was heel bijzonder. Eigenlijk een heel internationaal liedje dus. Ja, dat bleek wel. Dat was over de hele wereld bijna stond het nummer 1. Ja. Als ik je vertel dat we alleen van die single dus pakweg 9 à 10 miljoen exemplaren verkocht hebben in die tijd. Ja, en daarna kwam natuurlijk het album, het Paloma Blanca album, dat ook gigantisch verkocht heeft. Het was echt, was voor mij gewoon een toptijd gewoon. Ja, ja. Dus, maar ik moet zeggen, ik kijk met zoveel plezier terug op de tijd met de George Baker Selection. Ja. We zijn natuurlijk overal geweest, over de hele wereld. En de ene dag stond je in Duitsland, in Berlijn. En de andere dag stond je in een kippenschuur in Friesland. Ik bedoel, zo ging dat in die tijd. Ja, ja. Ja. Zingt u het nu nog met net zoveel plezier als eerder? Verandert daar wat aan of blijft dat hetzelfde? Nou, ik doe het met ontzettend veel plezier. Waarom? Omdat altijd, en dat is nergens een uitzondering, overal je een enorme reactie krijgt van het publiek. Ja. Kijk, ik heb natuurlijk dat nummer misschien 40.000 keer gezongen. Ja. En dan is het geen nieuwtje meer natuurlijk. Nee. Maar je ziet hoe mensen erop reageren. En hoeveel mensen daar enorme, prachtige herinneringen aan hebben natuurlijk. De een die is erop getrouwd, de ander heeft zijn meisje ontmoet. De derde was weer wat anders, weet je wel. Dus, ja. dus eigenlijk zo'n liedje, dat krijgt voor iedereen een andere betekenis. Ja. En dat zag je nu ook gebeuren, dat er echt mensen zelfs hier achter de schermen komen om een handtekening te vragen, hebben ook boekjes mee. Vindt u dat leuk om die verhalen erachter te horen? Ik kan me voorstellen dat toch weer een extra dimensie voor u geeft. Ja, kijk, soms is het erg leuk om te verhalen, meestal is het leuk. Ja. Meestal hebben de mensen ontzettend leuke ervaringen, vakantie gehad, noem maar op. Het zegt natuurlijk wel wat dat uw muziek mensen emotioneert, op wat voor manier dan ook natuurlijk. Ja, ik kreeg een brief van een brief, ja, in die tijd was het nog een brief, was geen e-mail. Nee. Het was van een Vietnam-veteraan. En die zegt, jouw muziek heeft mij er overheen geholpen toen ik terugkwam in Amerika. Ja, de impact is natuurlijk gigantisch op mensen. Ik bedoel, en de impact van het liedje is ook gigantisch op mij geweest. Hoor. Het heeft mijn leven dus eigenlijk compleet veranderd. Ja. Ik bedoel, opeens ben je een wereldster. Eigenlijk op neer. Maar op een gegeven moment land je ook weer op aarde gewoon. Dat moet ik je wel vertellen. Ja. Ik denk ongeveer 3 maanden denk je dat je de nieuwe Jezus bent.
En daarna zak ik weer af. Dan komt het wel weer terug. Dan komt de Uno Paloma Blanca wel weer op de grond terecht. Ja, precies. Ik wil u hartelijk bedanken voor de interview. Prachtige optreden en wellicht tot volgend jaar. Dankjewel. Veel plezier. Ja, we staan hier nog steeds bij het Meezing Festival in Nijenveen. En nou echt een van mijn grootste dromen is uitgekomen. Ja, ik sta met Chips. Ja, en dat is een tijdje geleden. Zeg bij mij ongeveer 20 kilo, kan ik wel vertellen. Want... Nou, dat is niet waar. Dat is niet waar. 20 grimpels. Nou, daar is tegenwoordig ook wat aan te doen, hè? Maar ik vroeg me dus wel af, om even zo te beginnen, van... ben ik 14 jaar verder, is dat zo? Wij zijn in 2003 begonnen en tot 2011 bezig geweest. Toen een pauze van 8 jaar en in 2018 weer begonnen. Dus nu alweer een paar jaar gezellig opnieuw aan het toeren. En hoe gaat het dan? Je hebt het zeg maar 8 jaar eventjes zeg maar, niet gedaan. Nou weet ik uit eigen ervaring, die teksten onthoud je wel. Maar de choreo's. Ja, dat is voor ons denk ik een beetje hetzelfde. Ja. Het zit er zo in. Ja. Dus je pakt het, je moet er wel weer even doorheen. Ja. Maar inmiddels gaat het zo automatisch. Ja, zeker. Dat je zo'n roestig laadje opentrekt. Ja. En die dat, oh ja, zo ging het. Ja. En hoe pak je dat er weer op? Want jullie leven zijn natuurlijk ook intussen wel veranderd. Ik kan me voorstellen dat thuis... toch wel wat anders is dan toen je begon. En ik heb de videoclips gezien, toen waren jullie echt heel jong. Ja, piepjong. Hoe gaat dat dan? Hoe heb je dat gedaan? Ja, inmiddels zijn we natuurlijk ook ouders en hebben kindjes. Dus ja, thuis is gewoon het hele huishouden zoals bij iedereen thuis, denk ik. En in de weekenden mogen wij lekker op het podium staan. En soms mogen ze zelfs mee. Ja. Dat is wel leuk, want dat kinderen vinden dat geweldig. Staan die van jullie dan ook gelijk op het podium? Hoe zit dat? Ja. Of we ze meenemen op het podium. Ja. Soms wel. Ja. Liefst wel, hè? Ja, sommigen die staan ook te popelen om gewoon echt mee te doen bijna. Zit jij dan een boek de hele tijd te. Je hebt er iets te veel aan gedaan. Dat wordt nog spannend. En het publiek dan? Want is het een ander publiek dan een beginperiode? Of is het eigenlijk hetzelfde? Zijn ze ouder geworden en er is een nieuwe club bijgekomen? Nou, het stukje ouder geworden, dat klopt. Ja? En dat weet ook wel van feesten, dus dat is heel erg leuk. Maar het is ook gebeurd dat we inderdaad een keer op een festival stonden. In een tent met jonger publiek. En die deden ook heel erg leuk mee. Dus, ja. Dus die pakken we dan toch wel weer mee. Dus dat is toch wel goed. Je hebt een hele brede doelgroep aangeboord eigenlijk. Ja, want we hebben zo'n TikTok gehad die viral ging. En dat spreekt ook weer het jongere publiek aan. Ja. Want het is eigenlijk dat die hele revival is ook een beetje gekomen door TikTok, begreep ik? Nou ja, inderdaad. Wij hadden zoiets van, wij zijn niet opgegroeid met social media. Nee. Dus we dachten, we doen lekker mee. We maken ook een keer een filmpje. Hè? Lekker hip. En dat filmpje dat ging helemaal viral over de hele wereld, totdat zelfs Kim Kardashian op ons nummer stond te dansen. Ja. Bizar. Ja. Dus met die viral van TikTok is het wel nog meer losgegaan. Ja. En hoe ging dat dan? Hoe komt dat dan dat jij dat ziet of dat jullie dat zien? Ga je dan ook al appen en bellen en heb je het al gezien? We zaten toevallig met elkaar in de auto op dat moment. Want ik had die TikTok net online gezet, geloof ik. Ja. En toen zagen we gewoon om het uur zagen we gewoon echt, de views vlogen er gewoon bij. Maar we dachten ook bij onszelf, waar komt dit vandaan? Ja. Snap je? Dat was heel, heel bizar eigenlijk om mee te maken op dat moment. Nou, hartstikke mooi. Ik zal jullie niet langer ophouden. Jullie zijn bijna aan de beurt. Ja. En als ik zie wat er allemaal nog te gebeuren staat, ga ik niks over verklappen hoor. Is het een beetje gezellig? Ja, het is heel gezellig. Ja. En ik kan vertellen, er komen straks heel veel lijnbussen om allemaal omliggende dorpen. En dan worden er echt, ik weet niet hoeveel mensen afgezet. Dus daarom is dat plein hiervoor ook helemaal vrijgehouden. Dan denk ik, waarom mogen we hier de auto nog niet parkeren? Nou, dat is daarom dus. Ja, dus het komt helemaal goed. Veel plezier straks. Dankjewel voor het interview. Ja, dankjewel. Naast mij Otto Lagervet, zeg ik dat goed? Ja, zag ze goed. Otto Lagervet, ja. Met een nadruk op vet, ja. De vet. En de vet is voor de bouw of de lagers in die auto? Dat is de lagers in de auto, maar ook mijn bouw natuurlijk. Die is
Zo'n klein beetje richting vet is dat hoor. Ja. Maar zie je, u doet heel veel optredens in dit soort feesttenten. En ik heb net ook al aan de gehaktbal gezeten, dus ik snap wel wat vandaan komt. Ja, natuurlijk. Hakballen, friet, frikadellen zijn in Holland zijn ook zeer goed. Ja. In Duitsland nu bratwurst. Ja, hier frikadellen en mayonaise natuurlijk. Dan werd maar zo, ja, maar genoeg daarvan is, ja, dan word je vanzelf dik, ja, zeg maar. Ik snap het wel, maar het is ook een en al gezelligheid volgens mij. Hier in de tent ook. Wat voor muziek zingt u nu? Want u praat een beetje Duits, een beetje Nederlands. Ja. Hoe maakt u daar een keuze in? dat zijn mijn hersens die gaan op tilt, zeg maar. Nee, maar ik spreek Duits, ik kom uit Duitsland en ik woon sinds 20 jaar hier. Aha. En ik ken wel Nederlands, zeg maar. Ja. Ja. Maar niet zo goed als jij. Nee, ja, ik ben natuurlijk ook nog een echte Drent. Ik kan ook nog Drents, maar dat ga ik nou niet doen. Heeft u er een beetje zin in? Want het is een hele volle tent. Ja, natuurlijk. Ik heb gehoord 3000 leuten zijn binnen. 3000 mensen in Ottawa heeft altijd zin. Goede zin, slechte zin, maar zin heb ik, zeg maar. Zin heb ik, ja. Ja. En wat kunnen we van uw optreden verwachten? Ja, dan moet je even gaan kijken zelf. Ik hoop dat alle de handen omhoog gaan. Normaal is dat altijd, zeg maar. Duitse slagers, gewoon ouderwetse Duitse slagers aangevuld met mijn eigen repertoire van Otto zelf, ja. En hoe gaat u dan een keuze maken? Want ik heb andere artiesten ook geïnterviewd. Die gaan echt kijken wat slaat aan bij het publiek en maken dan verder hun keuze. Hoe doet u dat? Ja, eigenlijk hetzelfde, maar we hebben dat op de voorhand gedaan. Ik denk dat watgene wat ik vanavond zing, dat het perfect hier gaat passen. En dat is 9 van de 10 keer altijd hetzelfde. Maar als er één keer een zeg maar denkt van ja, dat moet iets anders, dan... Ja, kan dan, dat ook gewoon. Ja, kan dat gewoon, ja. Otto Lagerfeld is zeer flexibel. Flexibel, lenig, jong en knap natuurlijk. Nou, dat is zeker zo. Ik wil u hartelijk bedanken en veel toi straks met het optreden. Ja, dankjewel. Ja, we zijn al de tweede helft van de avond en ik sta hier bij Weerzienspitsen. Jee! De sfeer zit er goed in. Ik ga gewoon van deze kant naar die kant werken. Met hoeveel muziekinstrumenten werken jullie wel niet? Met saxofoon, met klarinet, met bariton, piano, gitaar, drums, accordeon, zang, noem maar op, van alles. Hoe komt dat zo? Want zo begin je niet volgens mij. Nou, we zaten op de kleuterschool en we konden niet zo goed leren. En toen hebben we allemaal een instrument gepakt. En we zijn allemaal begonnen met blokfluit. Oh, ik dacht met de triangel. Ja, Dave is met de triangel begonnen, want die had een hazellip. Dus die kon niet met zijn blokfluit. En hoe zoeken jullie de nummers uit? Want jullie geven allemaal nummers een aparte eigen draai. Ja, ja. Hoe gaat dat in een teamverband? Ja, we hebben toevallig vanmiddag weer even zitten puzzelen met z'n allen. En we gaan gewoon bij elkaar zitten. We maken een lijstje met nummers die we wel leuk vinden. Die ook wel goed aanslaan, denken wij. Ja, ja, ja. En dan gaan we daar zelf een beetje mee stoeien wat we daar mee kunnen. En hoe we dat kunnen ombouwen, zal ik zeggen. Okay. En er komt altijd wel wat uit. En hoe gaat dat in zijn werk dan? Jullie repeteren dan en de ene die pakt de triangel en de andere die pakt de blokfluit. En dan, hoe gaat dat in zijn werk? We proberen er uiteindelijk gewoon iets leuks van te maken. En dat is altijd wel een uitdaging. Ja. Als hij dan de triangel pakt en hij de blokfluit, terwijl ze dat eigenlijk helemaal niet spelen kunnen. Ja, meestal, je ziet het vanavond, het komt altijd eigenlijk wel goed. Het komt eigenlijk altijd goed, ja. En zoeken jullie de nummers van tevoren uit die je gaat spelen? Of pas je het aan naar waar de zaal op reageert? Nou, eigenlijk staat het een beetje vast, maar we doen wel een beetje improviseren als we merken van ja, het kan toch anders beter. Dus. Okay. En ik hoorde ook een heel nieuw nummer, Europapa. Wanneer besluiten jullie van ja, die gaat erin? Ja, die gaat er wel in, maar vanmiddag wel. Maar ik kon de juiste triangel niet vinden om hem mee te kunnen spelen. Ja, ik kon hem niet vinden. En wat mocht je nu doen? Bier drinken, zegt hij. Nee, een beetje trommelen. Ja. En nu is Otto Lagerfeld aan het spelen. Dus jullie gaan straks op voor de tweede sessie. Hoe ervaren jullie dat hier in Nijveen? Ja, Nijveen is altijd super gezellig. Vorig jaar waren we ook hier met Mooi Wark en ook met Jannes. En Dario was hier. Het eten is goed, de sfeer is gezellig, de mensen zijn gezellig. Dus we komen elk jaar graag terug. Okay. Nou, ik zou zeggen dan graag tot volgend jaar. Geniet nog even van de tweede sessie. En bedankt tot zover, mannen. Oké. Okay.
We zijn bijna aan het eind gekomen van het Amazing Festival in Nijenveen. En naast mij staat de enige echte Jannes. Welkom in Nijenveen. Ja, heel leuk om hier te zijn weer. Ja. Ja, weer hè? Want vorig jaar toch ook al? Ja, vorig jaar en toch wel. Ik denk dat ik hier door de jaren heen al wel misschien wel 10 of misschien wel 15 keer mee geweest. Dus, ja. Dus je hebt letterlijk het publiek zien opgroeien. Ja, nieuwe generatie moet ik zeggen, helemaal top. Ja. Ik bedoel, ja, wij hebben 2 jaar corona gehad, dus ja, 2 jaar niet. Maar door de jaren heen is toch wel mijn carrière ben ik heel vaak hier geweest. Ja, dat is mooi. En het is een beetje een thuiswedstrijd, toch? Ja, het voelt wel zo. Ja? Ja. Want waar woon je ook alweer? Ik ben geboren in Emmen en ik heb 25 jaar gewoond in Hogeveen, in Noorderschut. Ja. Dus ja, dat is niet zo ver rijden vanaf hier. Maar toen het Nederlandstalige lied zeg maar nog niet zo populair was, ja, toen stond ik hier ook al. Ja. Ja, voelt als thuiskomen. Oh, dat is fijn. En heb je dan ook heel vaak hetzelfde publiek dat je echt terug ziet komen, omdat je misschien ook hier uit de buurt komt? Ik heb geen idee hoor, maar... Ik denk wel hetzelfde publiek, maar misschien ook wel weer de kinderen daarvan. Ja. Want ik zit al 25 jaar in het vak. Ja. Dus ja, je ziet ook de nieuwe generatie opgroeien en meegaan en ja, in hetgene wat ik doe. En ik heb net ook George Baker geïnterviewd en ik weet dat je daar een groot fan van bent. Hij is inmiddels 80. Ga je ook tot je 80ste door? Ja, als ik het lichamelijk zou kunnen en ik heb heel veel respect voor Hans. Ja. Hans is gewoon een oude rocker, zeg maar. Ja. Maar in alles een lief mens en die houdt van mensen. Dus ja, als het allemaal goed gaat en ik krijg nog steeds het respect, zou ik het ook misschien wel kunnen en willen doen. Ja. Ja, ja. Wat voor nummers ga je allemaal tegen horen brengen? Want je hebt natuurlijk een heel groot repertoire. Ga je dan voor de oudere doelgroep of de jongere doelgroep? Of hoe doe je dat? Weet je wat zo mooi is aan mijn, ja, misschien aan mijn carrière is? De nieuwe doelgroep, ja, die is opgegroeid met de muziek van de oude doelgroep. Ja. Dus als je dan kijkt... Is... Nee. Ah. Want in Leonora en, ja, ook met name Jannes, dat zijn allemaal liedjes uit het verleden, maar die doen nog steeds goed. Ik heb een laatste tijd een liedje die slaat goed aan, dat is Monica, die, ja, ga ik vanavond ook horen brengen. Mario Mordillo, Zweven naar Geluk, noem ze allemaal, ik wil naar Griekenland. Dus, ze gaan nog steeds in als koek, dus ja, ik blijf het gewoon lekker doen. En hoe gaat dat dan? Bijvoorbeeld de geluidsband die erachter draait. Is dat nog precies hetzelfde als toen je begon? Of doe je daar toch net weer wat nieuwere dingen in? Ik heb geen idee hoe dat werkt. Nou, goed voorbereid zijn natuurlijk. We maken een lijn open, kijken in de tent, oké, wat voor doelgroep is er? Ja. En ik sta altijd open voor als mensen een verzoekje hebben. Van jou ook hebben we horen. Ja. Nou ja, dan pas ik me daarop aan. Dus ja, het publiek bepaalt gewoon. En ik ben heel flexibel, denk ik. En zolang de mensen het leuk blijven vinden en ik blijf het leuk vinden, daar zal ik zowel oude liedjes als nieuwe liedjes tegenover brengen. Dus ja, ik ben heel blij, ik ben heel dankbaar voor hetgeen dat al jaren, heel wat jaren goed gaat. Ja. Maar ik vergeet nooit waar ik vandaan kom. Dus wat ik net ook al zei, ik kom hier ook al misschien wel 15 jaar. Ja, dat ook weer een nieuwe generatie het Nederlandstalig lied omarmt. Ja. En ook weer doorgeeft aan hun kinderen. Ja, vind ik mooi. Nou, we laten het hierbij. Ik zou niet langer storen. Lekker even voorbereiden. Voor straks stoort het waarschijnlijk tot volgend jaar. Ik hoop het. Dankjewel. Dankjewel.